De jaarlijkse slotmanifestatie van het Dante-seizoen was dit jaar op zondag 7 juli op het landgoed van Huis Kernhem. Naast muziekoptredens kon het publiek ook genieten van dansvoorstellingen en optredens van woordkunstenaars. In de komende Mooizool een verslag van dit evenement. Op 17 juni organiseerde de Sooroptimist Club Bennekom in Beekdal in Cultura het evenement Krijg de Kleren. Kamerlid en oud-minister Liliane Ploemen gaf daarbij een lezing over de noodzaak van de ondersteuning van projecten voor vrouwen en meisjes. Na de pauze werd een veiling gehouden van kledingstukken, schilderijen en andere voorwerpen van bekende Nederlanders. De opbrengst van deze avond kwam ten goede aan de School for Justice, Free a Girl en de stichting Karuna Yabapur. Dante en Krijg de Kleren kunt u zien vanaf maandag 22 juli op dit kanaal bij EdenTV. Kijkt u dan ook weer?